Hey Brokkie Gamers, welkom allemaal bij een gloednieuwe aflevering van Farming Simulator 19 Sandy Bay. We zijn weer teruggekeerd op Sandy Bay en vandaag moeten we weer eventjes het een en ander gaan doen. Als ik eventjes, daar heb ik trouwens niet eens naar gekeken. Lars, wat ben jij niet goed voorbereid? Ik ben inderdaad niet goed voorbereid, maar als ik eventjes naar de video, de allereerste video... ga kijken voor Sandy Bay. Die hebben jullie echt fantastisch goed en leuk bekeken en geliked. Bijna 500 likes zelfs. Houd het lekker vol. Dank jullie wel. Super, super tof. Allereerst, even kijken. Want ik had natuurlijk gevraagd of we seasons moeten gaan doen. En 69% zegt nee, is te gelimiteerd. En dat kan ik in de kant wel begrijpen. Maar 30% die zegt van ja, wel doen. En ik had ook gevraagd, ja, moeten we mes gaan cheaten of moeten we dat niet doen of moeten we dat wel doen? Eigenlijk moeten we dat niet gaan doen, we moeten gewoon de game spelen zoals we eigenlijk moeten spelen. Dus we moeten gewoon koeien gaan kopen en daarvan dus het een en ander doen. We hebben natuurlijk wel een veld, de game moet even, ja dankjewel. We hebben natuurlijk een veld om te gaan maaien en dat is veld 21. Ik weet niet of we dat kunnen bemesten. Zo niet, moeten wij dat eigenlijk gaan ploegen. Ja, gaan ploegen. Want dit is geen grasveld, dit hier. Dit is het schapenveld. Maar als we eventjes naar de overkant gaan. Kijk, het is natuurlijk nu volledig... Kunnen we dit bemesten? Nee. Ja, er staat veld 21, maar... We krijgen geen informatie, dus eigenlijk zouden wij... Veld 21 moeten gaan cultiveren om het ook daadwerkelijk te kunnen gaan dingesen. Het is wel een schapenveld. Dat kun je hier wel zien. Dat is wel eventjes een dingetje. Maar we kunnen het wel gaan maaien in principe. Of we moeten dan naar die kant. Dat lijkt heel ietsje snel lopen. Want ik heb eventjes cheats uitgezet voor... hoe heet dat? Voor Steam. Dan kunnen we ietsje sneller lopen. Maar dit veld kunnen we in ieder geval wel gaan maaien. Dus dan zouden we... Kijk, veld 21 is het schapenveld. Dit veld is ook van ons als het goed is. Yes, dus dan zouden we dit veld dus eigenlijk moeten gaan... gaan ploegen. En dat kan op zich wel. Dat is op zich geen probleem. Dat gaan we ook wel doen. We moeten alleen even kijken wanneer we dat gaan doen. Want we moeten allereerst eventjes het veld gaan opruimen. Combine ruimen we op. En ik zag ook in de reacties van Lars, kun je niet beter... Een andere combine doen, want deze gebruik je ook op niet de buy-in. Dat klopt. Maar ik denk dat we het gewoon eigenlijk zo laten. Even kijken. Die back. Die staat daar. Maar deze balen die moeten we... deze balen die moeten we gaan opslaan. We hebben eigenlijk geen trekker met voorladen. Ofwel, hebben we een trekker met voorladen? Ik weet het niet. Ik moet eigenlijk over de gewas heen rijden. Anders rijden we alles kapot. We zetten deze wel hier neer. Die Johnny, daar... Jawel, die kan wel een voorlader op, die 6M. Maar ja, die is momenteel bezig. Dus dat kunnen we nou niet zo graag gebruiken. Dan zouden we dus eigenlijk... Weer even... ik heb ook niet geactiveerd, zie ik de autoload. Dan moeten we het eventjes op die manier doen. Want ja, die sondeer die is bezig. Dan kunnen we nou niet zoveel meer. Dus ik moet eerst even de autoload mod aanzetten. Dus dat ga ik ook even doen. En dan kunnen we in ieder geval even die balen opruimen. En de volgende keer gaan we gewoon met de voorlader doen. Dus ik moet even het spel verlaten. Dan ben ik zo bij jullie terug. Zo, daar zijn we weer. Ik moet me eventjes aan het werk zetten. Zo, die redt zich wel. Ik heb nu de autoload mod heb ik geïnstalleerd. Ja, dat zouden we eigenlijk deze weer moeten doen. We hebben geen dinges. Ik kan niet met een dolly achteruit rijden, dus dat gaat hem ook niet worden voor mij. Standaard met afbouw, dus ik denk dat we deze gewoon gaan doen. Trelleborg, Michelin. Gewoon lizard. Eentje. Oh, ik had die aangezet. Dat was eigenlijk niet de bedoeling. Ik wou eigenlijk er naartoe rijden, maar goed. Ik wou er eigenlijk naartoe rijden. En hopen dat we niet geflitst worden. Maar goed, dat was dus even een foutje. Maar even vergeten dat ik de Story Delivery mod had. Waar is die nou afgeleverd dan? Eigenlijk. Waar is die nou afgeleverd?
Waar dan? Midden op het. Oh nee toch, midden op het veld. Oh vreselijk. Moet even resetten. Ik weet niet waar die nou komt te staan. Op de boerderij, denk ik. Ja, daar op de boerderij. Daar staat hij. Maar anders moeten we over het veld in. Ik was even vergeten dat ik de delivery mod had geïnstalleerd. Foutje. Mijn foutje. En ruim me eventjes die balen op. En dan kunnen we dat in principe eigenlijk ook gaan. Ja, wat misschien ook een keer leuk is. Kijk, in story mode heb ik natuurlijk afgelopen zaterdag heb ik gerotte kop echt. Dat doe ik eigenlijk nooit. En ploegen doe ik eigenlijk ook nooit. Alleen, ja, nou dus, die velden die zijn wel heel erg groot. Veld 2. Maar we kunnen wel een keertje gaan. Hoe heet dat? We kunnen wel eens een keertje gaan ploegen natuurlijk. Dek in. Sowieso het grasveld wil ik eigenlijk gaan ploegen. Dat is één ding wat ik sowieso eigenlijk wil. Maar dan kunnen we dat namelijk dingen zijn. Dus misschien dat we daar vandaag ook wel alvast in ieder geval een begin aan maken. Aan het ploegen. Ja, dit is wel heel lastig hoor. Er moet een. Ja, ik rijd nu weer door het veld en nu kan het nog. En ik denk dat we ook. We hebben natuurlijk een sproeier. Ik denk dat we ook onkruid aan gaan doen. Dat is ook wel leuk. Dat doe ik ook. Dat heb ik ook altijd uitstaan. We gaan het ook een keer doen. Dus ik zet dat zometeen eventjes aan. U. Ja, of we moeten via de andere kant. Misschien dat we via de andere kant kunnen doen. We moeten even een plek hebben waar we die balen gaan neerzetten. Ja, er kunnen 12 balen op. Nou, zoveel balen liggen hier helemaal niet. Alhoewel. 7, 8, 9, 10. We zullen zien. Let op mijn woorden. Dan houden we er net in je hoofd. 8, 19, 11, 12. Kom precies uit. Oh. Het is nu echt. Oh, dat bedoel ik. Het is nu echt racen tegen de klok. Er kunnen er nog 2 op. Nee, we houden er toch eentje over. Dat had ik alweer gedacht. God dang it. Nou ja. Maakt niet uit. Oh, daar was mijn microfoon. Dus eigenlijk. Dit rode kop echt is ook wel een keer leuk. Dat doe ik ook nooit. Maar dan moeten we ook een rode kop echt hebben en kopen. En we moeten nog dieren kopen. En dan moeten we nog. Hij is wel een heel stuk vergeten, zie je dat? Nou ja, hij doet zijn werk maar. Oh, is. Ik ga de hele tijd weg, man. Het gaat me weer veel zo snel. Rustig, Lars, rustig. Neem je tijd. Hij is wel een paar dingen vergeten de hele tijd. Nou, hij doet nou eerst maar eventjes zijn ding. Totdat alles is ingezet, zet ik het onkruid ook aan. Dan kunnen we daarmee bezig. Dus ik denk dat we nu het grasveld alvast gaan ploegen. Want we kunnen nou toch niet zo heel veel. We moeten straks alleen even die ene baal ophalen. Even een mooie plek vinden voor de balen. Het liefst bij de koeien als het kan. Hebben wij hier ergens een mooie. Want gaat hier de slurry mod eigenlijk aan? Maar je hebt hier aan de achterkant. Heb je de mesput. Maar hier kun je geen slang aan koppelen. Eigenlijk. Maar zouden we dus. Ja, bijvoorbeeld. Of een container. Of een trailer of zoiets moeten hebben. Even kijken hoor. Ik denk dat we dan de balen hier neer gaan zetten. Nou, dat is het verkooppunt voor de balen. Dat is niet helemaal de bedoeling. Sterker nog, je hebt hier een aantal balen. Maar ik denk dat die voor de sier staan. Dan kunnen we eventjes gaan kijken. Ja, die staan voor de sier. Ja, ik denk dat we ze hier neerzetten. Kijk, als we ze nou hier neerzetten. Aan de achterkant. Kijk, hier kunnen ze wel mooi staan. Eigenlijk zo ver mogelijk tegen de palen als het even kan.
Ja, zoiets. Ei. Oké, dan zijn ze daar in ieder geval mooi. Kunnen we ze daar wegpakken. En dan moeten we alleen even die laatste bal nog even ophalen. En dan pakken we de ploeg erbij en dan gaan we dat veld gaan ploegen. Kijk, eigenlijk is het zo, als alles namelijk hier volgroeid is, dan moeten we er gewoon omheen rijden. Want je hebt hier haast geen ruimte om hier langs te gaan. Het is wel een heel stuk korter, maar ja, het is een beetje lastig, want we rijden gewoon alles kapot en dat is zonde. Dus dan zouden we er eigenlijk gewoon omheen moeten rijden, want je hebt daar aan de achterkant kun je het veld in. En aan die kant kun je, ook het veld in. Dus als wij hier naar links gaan... Hier zo, dan komen we bij de start van de boerderij komen we weer uit als het goed is. Want anders moet ik constant om het veld heen en per ongeluk rijden weer wat kapot. En dat is gewoon zonde van het gewas. Dus we rijden er gewoon omheen. Dat is net iets makkelijker. En dan die trailer moet eigenlijk nog van het veld af. Maar ik denk dat we allereerst zo meteen eventjes ploegen eventjes gaan kijken hoe we dat willen gaan doen. Alhoewel... Nee, laten we die trail ook direct even ophalen. Dus ik breng deze bal eventjes naar de andere balen. En dan kunnen wij... hoe heet dat? Dan kunnen we gaan ploegen. In ieder geval een deel alvast een klein begin maken. En dan gaan we de volgende aflevering, morgen denk ik, gaan we ermee verder. En niet de bye komt ook wel. Moet ik alleen even kijken wanneer. Want ja, ik ben... Ja, Sandy B is gewoon mijn mappie. En daar wil ik gewoon zoveel mogelijk video's op maken. Dus het kan best zijn dat ik zeg van, joh, we laten even, even dinges voor wat het is. Niet de Bayern. En dan wil ik gewoon even de, ja, zoveel mogelijk Sandy B gaan doen. Maar dat is natuurlijk ook voor jullie, wat jullie willen. Work mode on. Laat ik deze voor de zekerheid even buiten neerleggen, want ik weet wel weer hoe dat gaat. Dan pak ik straks wel allemaal dingen op, terwijl die balen daar mooi staan. Goed, we hebben de trail eventjes opgehaald. Ja, weet je, we zouden het hoe heet dat? Ik ben het woord kwijt. We zouden het ploegen ook op koersplek kunnen doen. Dan moeten we zelf een rondje om het veld heen rijden. Oh, en de sondeer is ook leeg. Oh, dan moeten we even weer wat pallets kopen. We kunnen het met koersplay doen, dan moeten we zelf een rondje op het veld inrijden of we doen alles zelf. Want we hebben namelijk al een ploeg. En ja, op zich, dit is wel een nette ploeg. Daar is niks mis mee. Oh. Kan hij eerst weer dat tillen? Ja, dat kan hij wel. Even kijken, dan moeten we naar dit veld hier. Ja, we moeten sowieso recht trekken. We hebben hier geen GPS op. Dat is wel eventjes een dingetje. Zo. Even kijken hoor. Dan doen we even... Zo. Even een zaadzak. Zit er niet dichtbij genoeg. En R. Stop besturen. En kunstmest kunnen we ook nog wel een zakje doen. Vaste mest. Kiel, dat is weer duurgek. Dat is niet dichtbij genoeg. Hoezo mag ik dat niet bijvullen, hallo? Moet ik nou serieus zo doen? Ik denk dat de hele toet er wel in gaat. Dat doet hij dus niet. Die zetten we daar neer, die zetten we... Daar neer. Ja, dan zit hij in ieder geval weer vol. Maar hij moet nog wel een stukje. Hoe lang moet hij het eigenlijk nog? Hoe lang moet hij nog? Een half uur. Oké, okay. Nou. Even kijken hoor. We beginnen in ieder geval alvast. Velden maken toestaan. Ei. Ja, laten we het zo doen. Dan trekken we het eerst helemaal recht. En dan kunnen we daarna inzaaien met mais. Mais, gras.
Maar dan kunnen we het namelijk gaan inzaaien. Of kunnen we het bemesten. Dan hebben we dus ook meer kans op een bemest. Ja, bemest gras. Dat levert gewoon wat meer op. Dat is wat makkelijker. Het is eventjes werk. Ja, het moet wel even gebeuren. Kijk, het hoeft ook niet helemaal recht. Als het hele veld maar helemaal in is gekleurd, om het zo maar te zeggen. En de kopakkers, die doen we dan wel als laatste. Eens kijken hoe dat in zijn werking gaat. Ja, het is eventjes een klus. Want ja, dit is best een groot veld. Maar dan hebben we wel lekker wat, bemest grasveld. Ja, als we het hier een beetje tot en met hier doen. Dat had niet hoeven. Wist ik wel. Kijk, en dan is de hele tijd op en neer in principe. En dus op een gegeven moment is het hier gewoon mais of gras in zaaien. En dan kunnen we het bemesten. En ja, op zich, deze trekker die kan wel mooi tegen de heuvel op. Dat is wel prettig. Alleen het kost even tijd. En dan hoop ik dat we hier zo snel mogelijk mee klaar zijn. Dus we kunnen wel eventjes een korte timelapse doen. Ho. Ah, dat komt goed. We gaan eerst even lekker timelapse doen. Cam uit. En geniet van de... Hoe heet dat nou? Timelapse. You be all in your feelings. In them trenches, though they notice me flexing. Alright, ik heb net eventjes een beetje slecht geploegd. Maar we hebben dus in ieder geval... Nou, laten we zeggen dat we nu al op... Nou, een kwart wil ik niet zeggen, maar... Het is dus de bedoeling dat we dit hele veld gaan ploegen. Dat we daarna gaan inzaaien met gras. Dat we het kunnen gaan bemesten. En dat het dan helemaal goed gaat. Ik weet ook niet hoe het met John Deere is. Hij is nog wel steeds bezig, dus dat is een goed teken. Hij is ook nog nergens tegenaan geknald. Dit stuk moet nog. Tinten! Tinten! Oh. Dus de trein die komt eraan. Tinten! De almighty treinfluit. Tinten! Ik vind het leuk. Goed, doe nog één ritje omhoog. En dan is het eigenlijk in principe constant de hele tijd dit doen. Want als ik hem op helpen zet, ik weet niet hoe de helpen... Ja, nee, die helpen kan het niet, want dit is geen veld. Dus de helpen ziet dit niet als veld. Wat we dus wel zouden kunnen doen, is de startroute vastleggen. Een rondje om het veld heen draaien. Daar zouden we het dus in principe wel kunnen. Maar we kunnen het ook net zo goed zelf doen. Want we moeten zelf ook wat een en ander doen natuurlijk, hè. Ik mag er misschien wel lui zijn, maar ja, goed. Ja, goed.
Moet goed komen. Een beetje recht trekken. Ja. Ik vind het mooi. Ik vind het mooi. John Deere is ook nog steeds bezig. Even kijken hoe ver hij nog moet. En dan gaan we de volgende keer gewoon hiermee verder. Ik denk dat ik de volgende video ook gewoon begin met het... met een timelapse. Dat we direct hier aan gaan beginnen. Ik denk dat dat gewoon makkelijker is. Hoe is het met de Johnny? Ja, die moet nog een kwartiertje. Dus de volgende keer is die klaar. Als wij de volgende keer weer verder gaan. Dan is hij in ieder geval klaar. En dan moeten we alleen de stukken waar hij gemist is moeten nog even gaan zaaien. En dan komt het goed. Het is een beetje jammer dat het donker is. Of ik moet de planten goed even uitzetten. Dat kan ook. Dat we door de nacht in gaan de volgende keer. Ik denk dat ik dat ga doen. Yes. Jongens, ik wil jullie bedanken voor het kijken naar deze video van Farming Simulator 19 zijn erbij. Hopelijk heb je genoten. En als het zo is, knal even je like erop. Ben je nog niet geabonneerd? Doe dat zeker ook eventjes. En dan zie ik jullie heel graag bij de volgende video. Kalm!